Bij industrie denken we tegenwoordig aan metaal, rokende pijpen en grote complexen. Maar de basis van de industrialisatie in Nederland ligt in de wind die over de Zaanstreek blies. Na die overgang naar een moderne maatschappij en de consequenties die het met zich meebracht voor de Zaanse skyline, kijken we in deze aflevering van Oneindig Noord-Holland. Als je in de Zaanstreek toeristen wilt vinden, dan kun je het best naar de Zaanse Schans rijden. Daar staat het erfgoed netjes op een rijtje. Prachtig plaatje natuurlijk, en je leert er ook nog iets van. The place where they do the shoes was built, you know, before our first president was born. So, you know, that's impressive. You've been here a long time. It looks grateful. Another thing, you know, in every month, or maybe it's stand for a period of history. Yeah, it's very historic. Maar er is meer. Aan het oosteinde in Wormer worden de weilanden gedomineerd door meelmolen De Koker, die na eeuwen nog altijd in bedrijf wordt gehouden door vrijwilligers. In de 17e eeuw, als de mensen Wormer zeiden, dan zeiden ze meteen beschuit erachteraan waarschijnlijk. Ja, ik denk het wel. Je had hier de beschuitbakkerijen. Er werd hier de Wormer 2-bak werd hier geproduceerd. En dat werd als voedsel meegegeven op schepen van de VOC en de WIC. Omdat het lang houdbaar was. Ja, ja, hoe werd het gemaakt? Want dat kan hier nog steeds, geloof ik. Nou, je hebt hier twee stenen. Eén steen die stil ligt, dat is de ligger. In de Zaanstreek noemen we dat natuurlijk de legger. En we hebben een steen die daar overheen draait en dat is dan de loper. Ja. En tussen die twee stenen wordt dan het graan vermalen tot meel. Even kijken hoor. Kunt u een beetje uitleggen wat u doet erbij? Ja. Ik doe een verwoede poging althans om eventjes de toevoer van het graan te regelen. Dat is een schutschoen die dan de tarwe tussen de stenen vervoert. En dat grote gat in de bovenste steen, dat is het kopgat en daar valt dus het graan dan in. Ik ga nu de stenen wat dichter op elkaar brengen zodat de molen gaat malen. Dit is dan het resultaat? Dit is dan het resultaat van de noeste arbeid van de molen. Ja. Hier wordt het volkorenmeel geproduceerd. Ja. Dat komt hier naar beneden. Kijk, dit is mooi. Goede kwaliteit dit. Dit is mooi, ja hoor. Mooi bloemig. Met een mooi zemeltje erin. De Zaanstreek staat vol met molens, maar in de 17e eeuw kon je waarschijnlijk geen 10 meter lopen of je zag er wel weer eentje staan. Wat maakte die molen nou in die tijd zo economisch aantrekkelijk? Dat heeft iets te maken met een belangrijke technologische vernieuwing, uitgevoerd door Cornelis Cornelisszoon uit Uitgeest. Hij paste een krukas toe om de ronddraaiende beweging van de wieken, van het wiekenkruis, om te zetten in een op- en neergaande beweging. Hij heeft dus bedacht dat deze krukas wel eens handig zou kunnen zijn in een windmolen. Ja, zo is het. En hij heeft ermee geëxperimenteerd in 1592. En in 1593 kreeg hij van de Staten van Holland en West-Friesland een octrooi voor een periode van 12 jaar. U ziet hier als het ware, hier zitten de wieken aan, hier is het wiekenkruis. En u ziet dan op een gegeven moment dat hier een krukas in zit met drie krukken, met drie slagen. Daaraan zitten, dat noem je de zogenaamde wuifelaars, en die bewegen de zagen op en neer. Nou is dit een hele simpele manier om dat te laten zien, hè, want dat is toch wat ingewikkelder, hè, want u ziet dat hier die zagen heen en weer bewegen. Nou, in de molen, zoals u die daar hebt, het model daarvan, daar ziet u die krukas ook weer. Kan die aan? Ja, dat kan. Oh ja, dus wel, ik zie wel hetzelfde principe verschijnen. Ja, daar ziet u inderdaad die krukken weer. En u ziet daar, als het ware,
de drie verbindingen met de zaagramen. Die ziet u heen en weer bewegen. Ja, dus dat is eigenlijk het principe. Op de Zaanse Schans kun je zien hoe die krukas nog steeds zijn werk doet. Daar staat houtzagerij Het Jonge Schaap, bestierd door een eveneens jonge molenaar. Wat bezielt een jong mens om zich nog met molens bezig te gaan houden? Ik ben altijd met wind bezig, met vliegers, molens. Ja, dat vond ik altijd al prachtig. Ja. En als je dan op een gegeven moment van je hobby je werk kan maken, dan stap je er natuurlijk erg graag in. Ja, en deze doet het ook gewoon hartstikke goed, hè? Want hij is ook nog jong, deze molen. Ja, onze molen is ook 3 jaar oud. En eigenlijk terwijl de molen opgeleverd is, dus de molen was klaar, ben ik hier ook meteen in dienst gekomen. Voornamelijk zagen wij larix en dat komt al wel uit het oosten van het land, zoals Schoonlo, Appelscha, de Hoge Veluwe. En daar kopen wij gewoon ons hout in en dat wordt met een vrachtwagen aangeleverd. Ja, dan komt het hier aan en dan legt u het in de zaan. Ja. Waarom? Nou, eigenlijk willen wij onze kwaliteit van ons hout verbeteren. En dat doen we door die bomen het liefst gewoon een jaar in het water te leggen. Een jaar lang? Net als goede wijn moet ook hout eerst een tijdje rijpen? Goed rijpen. Alleen het rijpen bij ons gebeurt eigenlijk als een boom groeit, maakt die suikers aan. En door die suikers rijk uit te wateren, verbeter je gewoon je kwaliteit van je hout. Dus je houtwurm komt er minder snel in, het werkt minder. En het droogt voor ons ook nog eens sneller, want die suikers die zijn natuurlijk een beetje stroperig. Dat droogt ontzettend langzaam. En omdat de boom natuurlijk een jaar op de bodem gelegen heeft, zit er heel veel zand en wend in. Dus wat we eerst gaan doen, dat is de hele boom schillen. Dus we halen het boomschors eraf. Dan wordt die op windkracht verder naar binnen gesleept. En dan is hij eigenlijk al klaar om gezaagd te worden. Hier aan de linkerkant voor u, daar wordt dus momenteel een boom gezaagd. Dat wordt gebruikt voor schuttinghout. En hier in het midden is een zaag bezig. Die is druk bezig voor het zagen van vloerhout voor een woonhuis. Oh, die heeft het beter getroffen. Die heeft het beter getroffen, ja. Die komt mooi binnen te leggen. En ik hoop dat hij er over 14 jaar nog steeds ligt. Ja. Nou ja, naast natuurlijk het houtzagen zoals wat wij hier doen, kun je naast je zie je de oliemolen staan. Je hoort hem eigenlijk al een beetje op de achtergrond. Dus oliemolen De Zoeken, die verwerkt dus olie uit pinda's. Maar vroeger werd er voornamelijk eigenlijk olie uit lijnzaad en sesam gehaald. En verfmolen De Kat, die wordt echt gebruikt voor het vermalen van eigenlijk kleurstoffen. Dus voorheen werd er bijvoorbeeld een gele steen vermalen tot poeder. Nou, daar had je eigenlijk een soort van pigment. Pigment dat werd vroeger ook gebruikt door de grote schilders zoals Van Gogh en Rembrandt. Ja, dus dat is gemengd met de lijn. Dan heb je wel sterke molenstenen nodig, lijkt me. Er staan gigantische grote stenen in. Ik denk ze wel 3-4 ton per stuk wegen die erin rond te draaien. Nou, en als je dan nog een klein stukje verder kijkt, dan zie je daar die hele groene molen staan. Nou, dat noemen ze type paltrop, dat is ook een houtzagmolen. Alleen die molen is dus in zijn geheel te verdraaien. Uiteraard is het iets om te bewaren, maar is het ook iets om zaken in te blijven doen? Lijkt mij wel moeilijk. Het blijft altijd moeilijk, maar het voordeel van onze plek is natuurlijk dat wij het toerisme hier hebben. Ja, je moet nu aardig wel bespraakt zijn, hè, als molenaar tegenwoordig. Ja, aan het eind van de dag kun je wel weer een paar pilletjes nemen om je stem weer op orde te krijgen. Ja. Door het gebruik van de krukas werd de productie gigantisch opgekrikt. De houtzaagmolens voorzagen in de enorme behoefte van Nederlandse kooplieden om schepen te bouwen voor onder meer de VOC. Daarmee werden weer exotische materialen ingevoerd die weer konden worden bewerkt door andere molens. En zo bloeide de economie als nooit tevoren. Daarbij werden de zaankanters overigens geholpen door de zuidenburen. We staan hier in het Westzaanerveld. Als je om je heen kijkt zie je een enorme weidse ruimte. Dus hier konden heel veel industriewindmolens staan. Je hebt heel veel wind. Bovendien heb je in de nabijheid natuurlijk Amsterdam. En Amsterdam werd het centrum van de handel in Europa. Ja, kun je al spreken van een industrie? Dat is een lastig dilemma. Je kan de industriewindmolen beschouwen als het toppunt in de overgangsfase van een ambachtelijke maatschappij naar de fabriek toe. En zo omstreeks 1600 heb je nog steeds de 80-jarige oorlog. Hier zijn we al uitgevochten, maar in Zuid-Nederland was daar nog gestrijd. En toen zijn er tienduizenden, misschien wel 100.000 Vlamingen en Brabanders zijn hier naartoe getrokken. De productie van papier, dat was hier onbekend, dat namen ze mee. De productie, het weven van zeildoek met helpvezels namen ze mee. Dus het is een soort huwelijk tussen Hollandse molen en Vlaamse technologie.
In de 18e eeuw stagneerde de groei in de Zaanstreek. De molens bleven nog wel lang functioneren, maar waren niet meer zo vernieuwend als voorheen. En met de aanleg van het Noord-Hollands Kanaal kreeg Amsterdam een nieuwe route naar zee en raakte de Zaanstreek iets meer uit beeld. Pas in de tweede helft van de 19e eeuw kroop de Zaanse economie weer uit het dal. De wind en de molens werden langzaam vervangen door stoom- en fabrieksgebouwen. Ten eerste had je hier natuurlijk een enorme ondernemersklasse. Die molenfabrikanten had je hier, veel kapitaal had je hier. Het is in feite een overgang van wind naar stoom, maar olie bleef belangrijk. Dus oliezaad, dus het slaan van olie, in dit geval werd het hydraulisch geperst van olie. De houtzagerij bleef hier bestaan, de pelwerij bleef hier bestaan, in dit geval geen pellen, niet pellen van gerst, maar van rijst. Met andere woorden, de Zaanstreek werd de provisiekast van Nederland. De levensmiddelen... kennis die ze ooit hadden opgedaan met die molens, die was er nog en die hebben ze dus gebruikt. Kennis, know-how, infrastructuur, kapitaal, noem maar op. De molens mochten dan niet meer helemaal rendabel zijn, maar de kennis die er was opgedaan was van levensbelang voor de nieuwe groei in de Zaanstreek. De voedselindustrie zocht zijn heil in die streek en bijna iedereen werkte daar. In het Zaans Museum kun je dat nog goed zien. Verkade, Albert Heijn, Duivis, het zijn slechts enkele van de grote namen die zich vestigden aan de Zaan. Duivis begon trouwens in 1806 met een oliemolen, dus dat is ook een mooi voorbeeld van de overgang van die oude naar nieuwe tijden. En ook tegenwoordig wordt nog olie verwerkt, bijvoorbeeld bij Aak in Zaandijk. Wij veredelen olie en vetten en die maken wij zeg maar geschikt voor toepassing in de levensmiddelindustrie, chocolade, zoetwaren. En bijvoorbeeld ook als babyvoeding. Ja, nu heb ik in deze aflevering al gehoord dat er molens waren die ook met olie bezig zijn geweest. Dus die roots die gaan ver, hè, van dit bedrijf. Ja, het is al, ik zou bijna zeggen, eeuwenlang dat wij hier in de Zaanstreek ons bezighouden met het verwerken en het veredelen van olie en vetten. Alleen het gaat nu op een net iets andere manier. Ja, het gaat nu op een schonere, efficiëntere manier als dat in het verleden natuurlijk ooit het geval is geweest. Maar er is nog een stukje in het bedrijf dat echt oud is. Daar staan de oude tanks waar de ruurolie nog steeds wordt opgeslagen. Ik ruik het al helemaal. Maar wat is het precies? We zijn hier in het oude ruwe tankenpark. En wat je ruikt, dat zijn de ruwe olie en vetten die wij hier opgeslagen hebben. Ja, dus hier komt het nog in de oude... Ja, dit is nog zeg maar de oude afdeling waar we al sinds jaar en dag een deel van onze ruwe olie en vetten opslaan. Ja. Worden aangeleverd per schip of per auto. En die worden hier dus bewaard totdat ze in onze raffinaderij verwerkt gaan worden. Nu zullen de mensen misschien denken, het ziet er wel een beetje donker en roestig uit, hè? Ja. Die oude tanks. Ja. Ja. Kan het nog lang mee? Nou, jullie zijn net op tijd, want dit staat dus op het punt om uiteindelijk gesloopt te worden. En we gaan hier dus nieuwe tanken bouwen. Maar ja, op dit moment zijn ze nog prima geschikt voor de opslag van de ruwe olie en vetten. Maar als je ermee moet werken, ja, dan wil je toch wel graag met de modernste apparatuur aan de gang. Ja, dus u kan eigenlijk niet wachten tot die ketels zijn vernieuwd? Eigenlijk niet, ja. Ja, vernieuwen blijft dus ook in de Zaanstreek noodzakelijk. Maar daar kun je wel op verschillende manieren naar kijken. Het is altijd handig als je iets van je industriële erfgoed kan bewaren. Dat is bijvoorbeeld hier het geval bij de voormalige zeepziederij De Adelaar, waar nu een hip modebedrijf gevestigd is. Zo blijft dat gebouw, net als die oude molens in de Zaanstreek, behouden voor het publiek. Tot zover ons verhaal over de vroege en late industrialisatie in de Zaanstreek. Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen. Wilt u meer weten of zelf iets bijdragen? Ga dan naar de website www.oneindignoordholland.nl.